De afgelopen tijd maakten we verschillende reportages over Amsterdammers die een taxi bestelden bij RMC, maar vervolgens aan hun lot werden overgelaten. Voor meneer Kruis van 89 zat er afgelopen weekend dan ook maar één ding op, 3,5 uur lang. Zitten, wachten, ik zou niet weten wat. Wethouder Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma vindt dat RMC in zulke gevallen veel adequater moet handelen. Ze kunnen natuurlijk uiteindelijk mensen ook recht geven op een taxirit, zodat er een andere vervoerder gebeld kan worden. Men kan ook in gesprek gaan met onderaannemers. Er zijn een heleboel opties eigenlijk en het is niet aan de gemeente of een gemeentebestuur om ze allemaal te verzinnen, maar meer te zeggen, los het op. RMC won per 1 juli vorig jaar de aanbesteding rondom het aanvullend openbaar vervoer. Maar verschillende partijen, zoals GroenLinks en de SP, noemen de situatie rondom de vervoerder nu zorgelijk. De Partij van de Ouderen gaat zelfs een stap verder. Die wil dat de voorganger van RMC, Connection, het weer overneemt. Dat was ook geen walhalla, om het maar even heel hard te zeggen. Dus het was niet zo dat de toenmalige vervoerder betere cijfers liet zien. Dus ik denk dat het verschuiven van het ene naar het andere bedrijf voor de reiziger waar we het over hebben niet per definitie de beste oplossing oplevert. In het eerste kwartaal van het jaar presteerde RMC dusdanig ondermaat dat Dijksma's voorganger een boete oplegde. Dijksma geeft aan dat het bedrijf sindsdien scherp in de gaten wordt gehouden. We zitten er bovenop en dat zal helaas denk ik ook nog wel even nodig zijn. In juli zullen de punctualiteitscijfers van het tweede kwartaal komen. Dan zal Dijksma beslissen of RMC opnieuw een boete krijgt.